En dit is dus de recipe van dat blok. Maar zoals ik al zei, het gaat niet automatisch. Je moet er met een hamer op klikken. En als het goed is... Yeah, there we go. The metal press is done. Hallo, hallo, hier is Kingo, terug bij Modded I Mine, jongens. Eindelijk ben ik weer terug. En voor mij is het eindelijk, want voor mij is het een tijd geleden sinds de vorige episode. En dat heeft te maken met mijn school en alles. Maar in ieder geval, we zijn weer terug nu, jongens. En in deze episode wil ik beginnen met een nieuwe mod. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst even kijken naar de KFC die ik dus heb gebouwd in de vorige episode. En er is best wel gebeurd. Ik heb dus het menu heb ik helemaal ingericht van wat ik wil gaan verkopen. Laat ik het zo even zien. En het loopt best goed. Er zijn best wel wat mensen die wat hebben gekocht. Dus laten we maar kijken. En ik weet dus niet meer precies wat laatste was wat ik heb laten zien. Maar hier is het menu. Dus laten we deze maar een keer gaan lezen. Of lees wat hier staat. Welkom bij KFC, de King of Fried Chicken. Rechts kunt u ons menu zien dat wij momenteel te bieden hebben. Of wat we momenteel te bieden hebben. Als u iets wil kopen, plaats dan de passende bedrag in de chest bij de kassa en flip de lever naar boven. Sorry, dan moet ik het wel goed zeggen. Boven. Want dat was een probleempje, daar kom ik zo mee. Daarna kunt u een aankoop uit de glass chest achter de toonbank pakken. Eens makkelijk en tot ziens. Dus ja, zo werkt het. En dit is dus waar ik aan het verkopen ben. Dus ik heb dus besloten om het zo te doen. Om het te doen in, hoe heet het? Ik doe het al even zo. Om in, zeg maar, van deze nieuwe item frames, dat is een nieuwe mod. Van de super crafting frame mod. En ik heb dus 12 dingen dat ik dus ga verkopen. Van sommige wat meer versies van, zoals bijvoorbeeld van Juice. Er staat bijvoorbeeld Diverse of Div. Dat betekent dus Diverse. Dat betekent dat er meerdere verschillende soorten van zijn. En dat heb ik dus met smoothies, met de juice en met ice cream. Dus dat is een beetje de ijsjes, het dingetje, het drank en het ijsjes. Dan hebben we voor de rest wat random kip product. En dan hebben we natuurlijk de signature item wat ik verkoop. En dat is de fried chicken, de bucket. En dit zijn dus de prijzen ook. Ik doe het, zeg maar, hoe ik de prijs heb gedaan is... voor elk kluifje kost het 1 golden nugget. Dat heb ik dus gedaan bij alles. Dus daarom dat sommige 5, 3 kosten. Sommige kosten 2, bijvoorbeeld fries. En sommige kosten 9, zoals dat ding, de Delighted Meal. Dus het is een beetje fastfood keten, zoals je kunt zien. Met het voornaamste zicht op chickens. En ja, belangrijk, liever altijd omlaag naar gebruik. Want zeg maar, als ik het naar boven doe, dan loopt alles wat je hierin zet, loopt dan eruit. En als je naar beneden zet, dan blijft het staan. Dus nu kan ik er spullen inzetten en dan zal het er niet uitgaan. Maar als je het naar boven doet, dan loopt het. Dus daarom dat ik zeg, altijd eerst naar beneden. En dan, dan ga je dus dit doen. Dus de wc, laat ik eens maar even zien. Dus dat was de dingen mee bezig, Richard. Van deze icoontjes op de deur plakken. Dus we hebben de meiden wc. Ik heb nog steeds geen wc's erin geplaatst. Ik weet niet of ik dat ook ga doen. De jongens natuurlijk. Ja, dat mocht ik niet bij de meiden naar binnen, maar dat maakt niet uit. Dan moet ik dat in ieder geval nog misschien een beetje fixen. Maar ik vind het wel goed. Het hoeft niet zo superveel detail te hebben, vind ik. En dan heb je hier zo dus de keuken. Laten we er maar eens in gaan. Ik weet niet hoeveel ik hiervan nog had laten zien. Ik weet niet of ik alles had laten zien van dit of whatever. Ik denk het wel. Maar de keuken dus. Mooi. Storage gebeuren hier zo achter. Dus waar ik gewoon even allemaal in spullen zet nu. En dan laten we nu maar eens zien wat ik dus allemaal in de kist heb gezet hier. Want hier kan je dus uitpakken. En er is best wel veel verkocht. Want hier hebben we dus kisten. Zeg maar, hier zijn alle fried chicken. De fried chicken liep tot hier ongeveer. Dus betekent dat er redelijk wat uit is. Redelijk veel verkocht. We hebben wat garlic chicken. We hebben wat delighted meals. We hebben hier zo, ja, soms dan moet je er even in kijken en dan komt het pas terug. We hebben deluxe cheeseburgers, gewone cheeseburgers, chicken sandwiches, heel wat fries, echt superveel fries, niemand heeft er van genomen. Wat cashew chicken, wat chicken pot pie, gewoon weet je, dus van die standaard dingen. En dan hebben we hier ijs, wat strawberry juice en wat orange smoothies. En dit worden dus meerdere verschillende soorten, dus dat ik iets van 6 verschillende ga doen. En we hebben hier dus ijs, 3 verschillende soorten. We hebben strawberry ijs, chocolate en vanilla. En dat is dus hoe de dingen in elkaar zitten. De shop. En er is dus redelijk al wat verkost, zoals ik zei. Dus laat ik hier maar even kijken. En hier kan je het zien. We hebben dus al 2 golden nugget stacks en 27. Dus dat betekent dat er best veel verkocht is. Dus de shop gaat goed. Dus ik weet, de laatste keer dat ik checkte, waren er maar 18 nuggets in. Dus had volgens mij Richard al 3 burgers gekocht ofzo. En nu is het dus veel meer. Dus super nice. Ik ben blij dat ze goed lopen. Dus oké, jongens. Nou, dat is alles wat ik laten zien over de... Over de KFC, dus de shop is helemaal af, super nice. Ik ben echt tevreden mee, dus ik ga nog een keer. Het enige wat ik nog moet aanpassen is de KFC Soon bord, zeg maar, wat je daar ziet staan. Moet ik nog een keer aanpassen met bits, maar dat doe ik een andere keer wel. In ieder geval, nu ga ik dus naar mijn huis en dan ga ik dus... dan gaan we dus kijken met welke mod we gaan beginnen. En de mod is... Ik heb al een item van in mijn hotbar zitten, dus je ziet het waarschijnlijk al. Ik weet niet of je weet wat het is, de Engineer's Manual, jongens. Ik weet niet of je dat kent. Maar we komen hier in ieder geval binnen. Dit is een probleempje dat dit leeg is nu. Dat betekent dat ik geen genoeg
ding meer heb. Dus moet ik even fixen. Want ja, ik ben heel lang niet hier geweest. Dus ja, dan moet ik even allemaal op gang zien te krijgen. Dus misschien skip ik dan zo even. Maar wat ik dus ga doen, is met dit boek ga ik wel doen. En met deze twee machines die ik hier heb geplaatst. Dus daar heb ik al een klein beetje mee voor uitgewerkt. Omdat ik alvast wat wil hebben. En ja jongens, ik laat jullie niet in spanning achter. De mod waar ik dus mee ga werken is Immersive Engineering. En dat is zo'n coole mod blijkbaar. Dat is echt, oh boy, dat is echt de mod waar ik het meeste mee ga doen, denk ik. Ik denk dat zelfs, dat het, hoe heet het, een goede competitor heeft met Ender.io van wat je er allemaal mee kan doen. Maar daar ga ik in ieder geval zo meteen over. Wat ik eerst eens ga doen is zorgen dat alles weer up and running is. En dan gaan we beginnen met deze mod. En dan ga ik uitleggen even wat het dus precies inhoudt en wat deze machines doen. Dus jongens, tot zo. Oké, jongens, het is up and running weer. Ik heb een paar buckets erin gezet. Dus wat ik nu trouwens heb gedaan is ik heb hier een keer een kist neergezet waar ik een bucket in kan zetten. Dus elke keer als dat ding leeg is, kan ik hier dus wat van dat juice uithalen om dat ding weer actief te krijgen. Maar oké, nou jongens, dus Immersive Engineering is dus een soort is een technische mod dat heel veel lijkt op, zeg maar, je kan het vergelijken met Industrial Craft en met Ender.io, dat er heel veel machines van zijn, je kan er heel veel mee doen. Maar het vette met Immersive Engineering is dat bijna alle blokken en machines een multiblok is. En niet zomaar multiblok zoals bijvoorbeeld de reactors van van Big Reactors of Extreme Reactors, zoals het hier heet. Maar echt gewoon super coole modellen en zo. En jullie hebben al wat kunnen zien bij Beer. Die heeft er al heel wat mee gedaan. Dus dat hebben jullie al gezien als het goed is. Maar ja, het is in ieder geval zo vet. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar bijvoorbeeld Ed Ender. Ender.io. Dan zie je bijvoorbeeld al deze machines staan. Heel cool. En allemaal andere dingen waar je ermee kan doen. Super cool. En dan gaan we dus nu eventjes naar Industrial Craft. Dan heb je hetzelfde. Allemaal verschillende items. Allemaal verschillende machines. Allemaal verschillende dusten. En weet ik het wat er gebeuren. En hetzelfde heb je dus met Immersive. Dus gaan we hier kijken. Kan je zien, allemaal blokken. Maar je ziet dat heel veel van deze blokken zijn bijvoorbeeld alleen maar aluminium sheet metal. Een dynamo. Wat hebben we hier? Capacitortjes. Ik zoek even nog een beter voorbeeld. Slabs van verschillende materialen. Ik zoek even een goed voorbeeld van wat ik dadelijk wil zien. Ja, hierzo. Resonant engineering blocks. Light engineering block. Heavy engineering block. Generator block. Heel veel blocks van dingen. Coils. Scaffolding, ook heel veel scaffolding. En dat betekent dat je dus al die scaffolding en al die machines, al die blokken bij elkaar moet je in elkaar zetten tot een multistructure. En dat vormt zich dan een super cool model van een machine dat dus van alles kan doen. En ik wil dus de eerste paar machines maken in deze episode vandaag met jullie. Maar ja, ik heb dus al een klein begin gemaakt ermee, want ik wou niet weer helemaal van nul beginnen met deze mod. En het eerste twee dingen wat ik heb gemaakt is, ik heb twee dingen hier gemaakt en dat is een kookoven en een crude Blast Furnace. Nou, daar ga ik dus eerst even over en dan kunnen we in dit boek heel mooi lezen. Want dit boek is trouwens geweldig. Dit boek is zo mooi. Ik zal het zo natuurlijk wel even laten zien hoe mooi het is. Maar overview en resources. Even kijken of hier het begin. Nou, hier heb je gewoon, ja, hier heb je dus het begin. Dus je hebt zomaar alloys waar je kan maken. Ore processing, bladibladibla. Maar hier zijn de eerste machines. De kookoven is the first important machine you will need to create in order to proceed with immersive engineering. Dus dat heb ik dus gedaan. Dat is de allereerste dingen waar je moet doen. En wat het ding dus is, het is een multiblok. En dit is een van de weinige multiblocks wat echt gewoon een blok nog is. Dus dat is wat we met deze dingen zo. Maar in ieder geval zo ziet het eruit. En je zet hier kool in. En je krijgt daar kool coke uit. Dus laat ik dat maar eventjes laten zien dan. Wacht, voor mij moet je er gewoon. Het was of gewoon kool of het was charcoal. Het was heel duidelijk één van die twee. Laat ik hem even uithalen. En dan krijg je dit ervan. Kool coke. En kool coke, dat is een speciaal soort kool waar je moet gebruiken voor recipes en andere machines later van deze mod. Dus was het gewoon cool? Ja, het was gewoon cool en dan gaat het erin. En het heeft geen fuel voor de rest nodig, dus het is super cool. Het werkt gewoon op zichzelf. Maar als het helemaal klaar is, dan komt hier dus een, hoe heet het? Een coal coke uit. En dan krijg je ook wat van dat crescent oil. Of crescent oil. En dat spul, dat hebben we ook weer nodig met andere crafting recipes en zo. En wat dit is, de crude blast furnace, daar maak je van iron, maak je steel. En steel, dat had ik dus nodig voor, ja, ik zat dus te denken om misschien een big reactor te maken voor gewoon stroom. Want al deze machines die ik nu ga maken voor immersion engineering heb ik stroom nodig. Dus daarvoor heb ik steel nodig. En ik heb redelijk wel steel al laten doen. Dus ik weet dat steel een super kut ding is om te krijgen. Maar we hebben er nu al 38. Dus dat is nice. En de rest, ik kan nog een klein beetje meer doen trouwens. Dat is geen probleem. Dus, oh nee, hier moet ik trouwens wel gewoon steel inzetten. En dan, hoe heet het, fuel. Maar volgens mij moest dat per se charcoal zijn. Ja, kijk, hier moet per se charcoal in. Gewoon kool, op een van de redenen werkt niet. Ik probeer te shift-klikken, ik probeer het te zetten, lukt niet. Dit moet charcoal zijn en dit moet wel gewoon kool zijn volgens mij. En het duurt wel lang. Zoals je kan zien, het duurt lang. Maar dat komt omdat je sommige dingen kan je upgraden en zo. Bijvoorbeeld, de crude blast furnace is, je hebt verschillende soorten blast furnaces. Dus dit is een crude, dus de allereerste basic versie. Dit ding kan je niet automatiseren, maar betere versies wel later.
Dus, oké. En dit is trouwens hoe je de coke bricks maakt. Dat maak je gewoon met sandstone, clay en dingen. Dus zo heb ik dat gemaakt. Het is gewoon een volledig blok van 3x3 met dat spul. En dit is hetzelfde. Maar dit spul, dat is... Even kijken, de crude blast furnace. Dan maak je op deze manier. Dus met wat meer nether spullen. En dan maak je dus deze bricks. Dus dat is alles wat ik heb gedaan voor dit. Ah, deze is klaar. Dan heb ik dus nu de coal coke. En ja, er is dus 500 millibuckets met crescent oil bijgekomen. Dus zo werkt dat. En dan krijg je ook slag. En met slag, daar kan je niet echt veel mee doen. Het enige wat je daarmee kan maken is concrete. Maar ik heb dat niet echt nodig. Want als ik even kijk naar slag. Ik heb 35 daarmee van. Dus ja. Maar in ieder geval, oké. Dus we hebben nu deze twee dingen gemaakt. Dus we kunnen nu al spullen doen. Laten we maar eens verder kijken wat het volgende is wat we dus kunnen doen. Mineral deposits wat later, shaders, bla bla bla. Oké, laten we eens kijken. Construction. Nou. Dus je kan wat gewoon wat simpele wooden storage dingen doen. Barrels en zo, bla bla bla. Metal construction. Begint het hier zo een beetje? Oh ja. Je hebt heel veel de scaffolding en alles nodig. En dat maak je met, ja, steel vooral. Steel rods. Ik weet niet eens hoe je steel rods maakt. En dan maak je dus al deze spullen en dan kan je dus van alles zien. Ook steel posts. En dat is ook super cool dit. Steel posts. En daar moet je dus kabels aan vastmaken. Je hebt verschillende types en zo. Maar goed, in ieder geval, ik zoek dus een machine waar we dus kunnen maken. Een ballon, concrete, ja. Multiblock, ah, hier zo. Multiblock constructions. Dus hier kan je dus kijken, dit is dus hoe je al deze dingen maakt. Super nice, staat heel mooi hierin. Maar het mooiste van dit boek dus, moet ik nog even overgaan. En dat is, voor mij moet ik dan even hier naartoe gaan. En dat is, generator, simple machines, here we go. Dus oké, nou pakken we even de, even kijken wat de goede is. De assembler, bijvoorbeeld. De assembler, oké. Dus kijk eens jongens, kijk eens naar dit, wat je hier ziet. Dit is een blueprint van hoe je machines moet maken in deze mod. Zoals je kan zien, je gebruikt scaffolding, je gebruikt wat van die blokken waar ik net over ga. Je gebruikt wat van dat staal, je gebruikt andere blokken allemaal in en het wordt heel mooi uitgestippeld. En als je dan helemaal af hebt gemaakt, wat dus bijna klaar is, kijk, je gebruikt ook half slabs en zo. Dan vormt het een multiblok en dat is dan dus, ik druk hier even op, dit. Dus dit is hoe het eruit komt te zien. En je kan het zelfs rondkijken. Je kan rondkijken, je kan gewoon terug gaan naar boven, je kan op play klikken, je kan kijken hoe alles moet, pauze zetten. Naar boven gaan, wat is de volgende laag bijvoorbeeld. Wat heb je daarvoor nodig? Echt super geweldig. Dus al deze dingen zijn zo nice. Dus je kan eens kijken bijvoorbeeld dit ding. En wat doet dit bijvoorbeeld? Het is een complex machine capable of crafting items. Dus dit is zeg maar gewoon een autocrafter van deze mod. Dus het is super vet. En je hebt dus ook inderdaad van die, hoe heet het, van die conveyor belt. Waardoor je dus items kan vervoeren en alles. Dus dat is super nice. Maar goed, in ieder geval om wat tijd te killen in deze episode. Ga ik dus nu een keer goed opzoeken wat nou de eerste machine is wat ik zou moeten gaan maken. Of wat de volgende stap is na deze twee dingen. En dan ben ik weer terug en dan gaan wij dat doen jongens. Dus dan ben ik heel even een beetje uitdokteren wat dingetjes en dan hoor je het zo. Oké, jongens. Nou, ik heb eens even gekeken en ik denk dat het beste is om mee te beginnen is om gewoon wat te experimenteren met wiring. Dus wiring is gewoon hoe je dus de stroom moet omzetten in deze mod. En ik wil het wel gewoon met gewoon de classic of de immersive engineering cables eerst doen. Gewoon een beetje te kijken hoe het is. En later kan ik het misschien nog switchen naar NRIO cables of zo. Ik weet niet, ik denk dat het wel moet werken. NRIO cables voor deze mod. Maar ik wil nog een beetje meer experimenteren. Dus wat we dan wel doen, dus met basic generation van alles, is we hebben dus een, we hebben dus wat capacitors nodig. Wat cables, dus copper wires, dan maak je op deze manier. Dus met dit, super makkelijk. En dan heb je ook, deze dingen nodig. Dat is wire connectors, om dus dingen te kunnen combinen. Dus dat is op deze manier. Dat is best wel cool. Je hebt dus zeg maar punten nodig waar je moet neerzetten. En daar kan je dus kabels tussen spannen. Super cool. En dit is een soort van batterij waar je dus dingen kan opslaan. Surface energy storage units, dus dat is super nice. Transformer, daar gaan we nu nog niet wat mee doen. Want dat is zeg maar als je verschillende soorten kabels wil gebruiken. Dus van LV naar MV, dus low voltage naar medium voltage en dat soort dingen. Can step down to, Even kijken. Oh, een HV transformer. Oké, ja. Sure. Dus ja, basic wiring, transformer, wooden poles. Ja, dus we hebben dus op wooden poles moeten we dus deze dingen zetten, volgens mij. Voor mij kan je het niet gewoon op de grond zetten, maar goed. In ieder geval. Ja, maar we hebben dus ook een energy source nog nodig. En ik zat ook een beetje te kijken van energy source, power generation. En dan heb je dus een dynamo nodig. Dus dat is hoe we het moeten maken met een copper coil. En een copper coil moet ik straks even kijken hoe je dat maakt. En dan kan je dus een windmill maken. Of een water wheel. En ook een improved windmill. Dus dat is wat je voor nu kan doen. En je kan ook uiteindelijk andere dingen doen. Ik weet niet wat er nog meer is. Wat power generation. Ik weet niet wat er voor de rest nog is. Zoals je kan zien. Hier deze. Een andere generator. Even kijken. Another option of power generation. And work without the use of any mechanical parts. The temperature gradient between two sources. Dit kan ook cool zijn. Dat is serieus. Je moet aan de ene kant lava zetten ofzo. En aan de andere kant water of iets. En dan vormt het ook energie of zoiets. Ik moet een beetje kijken hoe dat precies werkt. Ja, placing a hot fluid on one side and a cooler fluid on the opposite side generates energy based on the difference between the two temperatures.
Dus ik denk trouwens dat dit de beste manier is voor ons om te beginnen met energie. Ik bedoel, we pakken gewoon een bucket lava, een bucket water, zetten het naast die blokken en dan produceert het energie. Ik denk dat ik dat wil doen. En ik denk dat het wel meevalt hoe ik moet maken, want je hebt... Oeh. Nou, dat weet ik nog niet, want voor dit ding heb je de steel nodig, dat hebben we. Copper coils kunnen we denk ik maken, maar dan dit. Constant tandplate, en dat is een van de alloys van wat ik weet. Dus even snel kunnen kijken. Dan maak je met nickel en koper dust. En dat combine je, ik weet niet waar dat moet combinen. Gewoon mixing in de crafting recipe gewoon. Meld het in, even kijken hè. Ja. Oké, weet je wat, ik denk dat ik dat wel gewoon ga doen. Dus ik denk dat ik dat gewoon ga doen, die stappen. Dus we beginnen gewoon met het maken van dus die kabels. Dan kijken we even hoe we dus dit spul kunnen pakken. Ik denk dat ik wel gewoon nickel, of nickel grit. Kan je nickel grit? Nee, ik zoek het even op. Ik kijk hoe ik het krijg. En dan, ja, dan ben ik dus zo weer terug. Als ik dus de materialen bij elkaar heb gezet, dan zet ik het hier even in de kist. En dan gaan we dus beginnen met het maken van die kabels en van die energy source. Dus, tot zo. Oké, jongens. Nou, ik heb dus alle spullen bij elkaar. Wat ik dus denk nodig te hebben. Misschien dat we nog wat meer nodig gaan hebben, maar dat zien we dan nog wel. In ieder geval, hetgene wat ik als eerste wil gaan doen, heeft te maken met wat hout. En dat hout, dat is, dan moeten we treated wood van maken. Treated wood. En daarvoor hebben we een bucket nodig. En daarvoor hebben we dus dit spul nodig. Dus dat is dus de reden waarom we dus dat crescent oil nodig hebben. En dat kan je als goed is zo doen. Ja, dan krijg je het. Een bucket ervan. En dit moet je dan combinen met hout tot een... ik ga trouwens ook een keer een workbench pakken. Als ik dat nog heb. Dat heb ik nog niet gedaan. Dus laten we even kijken. Work. Hoe heet dat? Bench. Ik weet niet hoe dat ding heet. Station. Ja, station blijkbaar. Waarom ook twee aparte? Dat zal... In ieder geval, ja, dit moet je dus combinen tot een speciaal spul. Ik denk dat ik het gewoon daar zet voor nu. Het is allemaal goed. Dus doe ik het daar. Oh, je kan wel gewoon de inventory zien. Dat is cool. En dan plaats je allemaal omheen hout. En dan krijg je dus dit spul. En dat is treated wood. En dit is een speciaal soort hout waar je dus speciale items mee kan maken. Dus laten we maar een keer wat fences maken. Ik weet niet of dat op deze manier gaat. Blijkbaar niet. Dus ik moet even kijken hoe of wat het allemaal zit. Dus ik denk op deze manier dan. Yep, there we go. We kunnen wat fences maken. En dit zijn ook de spullen waar je dus die, die connectors van die energie op moet zetten uiteindelijk. En ik denk dat ik dat hier zo ongeveer wil doen. In deze plek ga ik dat doen. Dus oké, we hebben wat van het hout en we hebben zo meteen wat meer van dat spul nodig. Dus ik pak even nog een bucket en ik maak nog een lading van het hout. Want dat is dus een van de materialen die we nodig hebben voor wat spullen die ik zo meteen wil gaan maken. Dus dit moeten we dus redelijk vaak doen. Dat betekent dat het zeg maar een laagje over het hout in zit. Dat het dus wat steviger is, wat veiliger is, wat langer meegaan zo. Dus daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dus wat ik dus nu wil gaan maken is, als allereerste wil ik kijken hoe het zit met die, met die alloy. Ik ga eens kijken hoe ik dus dat ene constantium moet gaan maken. Dus daar stond het, overview, alloys. Hier is het. Dus we hebben dus nickel grit nodig en we hebben dus copper dust nodig. En dat kunnen we redelijk simpel maken, want ik heb gewoon wat van die ores meegenomen. Dus wat ik gewoon ga doen is gewoon heel simpel dit hier. Dit moet ik trouwens in de oven doen. En daarna moet ik het crushen, maar dan kan ik ook direct met dit doen trouwens. Dus kijk, ik heb ook een speciale hamer. Speciale hamer wat je maakt voor immersive engineering. Dus dat is super simpel. Wil ik gewoon even laten zien. Werkt dit? Nou ja, dan moet ik echt met de pickaxe doen. En ik moet dat dan met een gewone pickaxe doen. Die waar ik het mee gewoon kan breken. Nee, dat, moet je dat ook koeken? Is dat ook cookable eerst? Oh nee, dan moet je gewoon direct met je hamer wel doen. Maar dan gewoon zo. Oké, we hebben dus dit grid nodig. Dus ik pak er een stuk of 6. Ik denk dat dat wel genoeg is vinden. En dan van dit spul ook. Je maakt er meteen dingen van. Wacht, moet ik nog wel gewoon dat ding pakken? Dit spul. En dan meteen... zo doen. We gaan even kijken of dit werkt dan. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here we go. Dit ding heeft 100 durability ongeveer. Dus ik moet een beetje mee oppassen. Het heeft niet superveel durability. En dan moet ik deze twee zo doen. En dan ja, dan maak ik dus dat constant grit. Oké, en dit spul moet je dan gewoon koeken. En dan krijg je dat spul. En dat spul dan moet je dan weer hameren. Tot, ja, tot die plates. Okidokie. Nou, nice. Dan houden we dit alvast even in de furnace douwen hier. Dus ik heb nog geen furnace daar helaas. Ik gebruik geen coal-coke dingen. Want dan wil ik houden voor andere... Oh, what the hell? Waar kom jij vandaan? Waar de hel ben jij gespand? Er was geen plek te zijn voor jou om te spannen. Dat ging bijna fout. Dan moet ik even kijken. Waar kan jij spannen? Het is weer dat ik alles had... Oh, daar? Really? Je bent daar gespand? Really? God dang it, jij. Eén blokje waar je nog kan spannen. En dan spant hij daar. Het was maar goed dat ik snel achter kwam. Snel reflexen deed. Anders was daar helemaal dingen opgeblazen. En dat had ik echt niet gewild. Dat zou super kut zijn geweest. En daar ook trouwens een beetje. Oké, een paar meer torsjes daar. Dat zou dan voor nu goed moeten zijn. Okidoki, dan gaan we verder. Dus oké, we hadden voor mij 5 van deze dingen nodig. 5 van deze Constantijn dingetjes. Dus wij verwachten dat ik de laatste heb. En dan kan ik dus de energy source dingen maken. En weet je wat? Ik denk dat ik trouwens eerst de kabels zorgen dat ik dat heb. Dus kabels maak je met dit en een...
ben je jou. Dus ik ga trouwens weer wat spullen wegzetten. Ik heb superveel spullen nog in mijn inventory, wat een beetje troep is en waar ik misschien een beetje last van ga krijgen. Dus maar dat moet ik even mee doen. Oh, dit werkt niet. Oh ja, plates, hè. We hebben plates nodig. Dus we maken eerst een lading plates. En dan knippen we dit in copper wires. There you go. Dus we hebben nu 32 copper wires. En daarvan gaan we dus een paar... dit zijn eigenlijk de connectors. Dit kan je ook gewoon connecten als je twee van die dingen connect. En dan werkt het helemaal. En ik heb iets te veel weggepakt, maar ik had nog wel koper nodig. Voor wat andere. Dus kop. Ik pak een beetje van dit nog. Want we hadden het nodig voor het maken van die kleine mooie dingetjes. En dat maak je dus met hardened clay en copper ingots. En dat zijn dus die connectors. Ik weet niet precies hoe ze heten. Deze dingen dus. Wire connectors. Oké, okay. En ik maak er gewoon 8. Dus there we go. Oké, dus als het goed is kan deze niet gewoon op de vloer. Ja, dat gaat wel. Oké, dat gaat wel. Dat is cool. Maar ik denk dat ik het wel gewoon leuk wil doen met deze fences. Dus we beginnen even met één fence ga ik daar zetten. Dan komt hier zo de energieopslag voorlopig. En dan komt hier de energie production met aan deze tweede kant het... ik ga het dan hier in de grond zetten, want hier zo komt lava en water uiteindelijk. Dus oké, nu heb ik dat. Dan kan ik dit ding dus hier opzetten als het goed is. There we go. Dus op die manier. Ik ga dit gewoon weer uitzetten. En dan ja, kan je dus, als ik bijvoorbeeld dit doe en dan pak ik een stuk kabel, dan kan ik die connecten. Als ik gewoon rechter muis kan doen ofzo. Ik weet niet precies hoe dit werkt. Hoe connect ik ze? Ik ga eens kijken. Dan moet ik nog een keer opzoeken. Hoe connect ik dat dan? Even kijken. Hoe connect ik die wires? Dus we gaan naar power, wire, basic wiring. Enginet, oké. Okay. Even kijken. Kunnen we hier zo zien als het goed is? Nee, even kijken. To connect two blocks, simply click the first one with a wire coil. And then use the same coil on the second block. Dus we hebben een coil nodig, een wire coil. En een coil, dat weet ik hoe je dat moet maken. En dat is met een stick en daaromheen van deze wires. Dus zo, dus hebben we een coil. Ah, dus je moet gewoon deze ding hebben. Dan rechtermuisknop, rechtermuisknop. There you go. En zo connecten we dus die kabels. Oké, dus je hebt per se van deze dingen nodig. Oké, dat is goed om te weten. Ik dacht dat dit het al was, zeg maar, deze kabels. Maar nee, je moet er nog coils van maken. Dat is wel cool. Dus ik doe er even wat meer, dan wat meer kabels hebben van dat spul. Dus zo. Kunnen we daar voorlopig wat mee doen. Super nice. En oké, dus we hebben de eerste twee geconnect, maar ik ga dit kapot maken. Dus there we go. Want dan wel krijgen ze ons in één keer ook de kabel gewoon terug. Dus dat is super, super nice. Oké. Laat ik eerst trouwens meer even wat meer dumpen, jongens. En dan ben ik weer. Gaan we weer verder. Okidoki, dat is opgeremd. Dus dan wil ik nu als eerste de opslag maken. Dus de energy opslag. Dus als eerste waar ik nu even naar wil kijken. En dan maak je met. Was het ook gewoon basic wiring? Jazeker. Even kijken, waar was je? Hier, deze. Dus we hebben 1 led nodig, 2 koper, 3 iron, 1 van deze dingen en dan wat treated wood. Dus daarvoor hebben we dus treated wood nodig. Dus oké, de treated wood kan alvast daar. Ik moet dan zo even van redstone pakken. Het iron en zo zit hier nog in. Het lood moet ik nog eentje van krijgen dan. Moet ik even koeken of ik... Ik weet niet, heb ik al lood? Nee, hè? Voor mij nog niet. Dus moet ik ook eventjes zorgen dat ik dat krijg. Volgens mij is dat Constantijn hier trouwens klaar. Ja, yep. Constantan, sorry. Constantijn, dat kan ook, maar... we hebben gewoon dingen nodig. We hebben gewoon Constantan nodig, maar... Oké, we plaatsen dus dit erin. Ik heb geen dingen meer, dus we koeken gewoon even... Ik ben nog veel te lui om over spul te halen, dus we koeken op sticks. Ik heb gewoon even 1 led nodig, maar ik stop er wat meer in. Mochten we nog wat meer nodig hebben zometeen. Dat zou zomaar kunnen. Dus... Maar dan doen we dat lekker even op de background. Dan hoeven we daar niet op te wachten. Dus oké, we hebben dus led, iron, alles. Redstone is het enige wat we nog nodig hadden. En dan hebben we alles, volgens mij. Dus redstone. Pak gewoon even een hele stack van. En dan kunnen we nu... Kunnen we dus dat laatste ding maken. Dus led daar, jou daar. En wat moest daar ook weer? Copper volgens mij. Ja, there we go. Dus we hebben nu de LV capacitor. Dus die plaatsen we daar. Dan plaatsen we daar bovenop zo'n connector. En dan verbinden we deze twee dingen. Zodat daar tussen dus energie loopt. Ik vind het echt vet hoe dat gemaakt is. Deze kabelstuk. Daar kan je niet op, hè? Nee. Maar het ziet er gewoon, ziet er wel cool uit. Wel cool gedaan. Heel vet. Oké, dus dat betekent dat het tot daar... Ik weet trouwens niet of je als je hier doorloopt... Dat je dan ook damage krijgt zodra er echt stroom op staat. Dat lijkt me vet als dat is. Ik denk het eigenlijk wel, maar weet maar nooit. Oké, in ieder geval, we hebben dus nu van die plates nodig. Dus 1, 2, 3, 4, 5. We hebben Constantijn plates. Super nice. Constantan is het, maar ik zeg zo vaak Constantijnen tegen. I don't know, sorry jongens. Maar... Oké, het was 5 zo. Het was steel hier. En wat moest er in het midden? Dat is het laatste wat ik nog even wil weten. Volgens mij moest er nog iets anders in het midden. Oh ja, een copper coil blok. En hoe je dat ding maakt, dat maak je met een iron ingot in het midden. Dus moet ik even een andere dingen pakken. En voor de rest 8 van die coils, zover ik het weet. Dus zo, en daarom dat ik dus ook veel wil maken. Dus there we go. Yep, there we go. Copper coil blok, super nice. En dan hebben we dat ding dus nodig in het center voor het opwekken van energie. Dus laten we die daar maar zetten. En there we go. We hebben de thermoelectric generator. Oeh yeah, wat een mondvol. Oké, dus we zetten plaatsen neer en kan je hier iets mee doen. Even kijken, ik kan er niet op klikken, ik heb geen idee wat het is. Maar volgens mij moet je daar een apart ding voor hebben.
Dus kan ik hierop klikken om te weten wat erin zit? Ja, hier kan je erop kijken trouwens. Hier kan je ook kijken hoeveel erin zit. Dus IF heet het in plaats van RF. IF. Dus het is een nieuw soort stroom. Dus laat ik dit maar even connecten. Wacht. You cannot attach this wire here. Niet? Omdat er al eentje op zit. Wacht, hoe moet je dat dan... Hoe moet je dat dan verder doen? Dan heb ik het fout gedaan met de kabels. Nog eens, en dan laten we even kijken. Basic wiring. Nee, dit moet gewoon lukken. Het moet gewoon zo lukken. Moet je dat via de top doen per se of zo? Cannot attach this wire here. Waarom niet? Wat is het probleem dat ik hier... Oh, moet het aan deze kant? Waarom wilt dat niet connecten? Dat is zo raar. I don't get it. Zo. Waarom wil van dit niet naar daar en dan naar daar? Laat even kijken. Dus klik, klik, klik. Nee. Wat is het probleem daarvan? Laat ik eerst even opzoeken waarom ik dus niet dit laat... Waarom die dat niet laat connecten. Ah, oké, jongens. Ik heb het gevonden en blijkbaar hebben we wire relays nodig. Dus dit is een ander ding dan deze connectors die ik hier heb gedaan. Dus dit zijn echt connectors. En dan moet ik hier bijvoorbeeld dan een relay opzetten op dat punt. Dus laten we dat maar maken. Het is goedkoper dan de relay zelf. Dus dat dacht ik dus niet echt aan. Maar daarvoor hebben we dus ander klei nodig. En ik moet ook weer even koeken, want ik heb niet genoeg. Dus het is gelukkig niet veel wat ik moet doen. Maar ik ga weer een keer op dingen koeken. Want ik heb weer niks anders. Ik ga echt even wat kool pakken dan voor straks als ik dat weer moet doen. Dat ik het in ieder geval wel heb. Dus kool. Ik heb nog genoeg kool in ieder geval. Zoals je kan zien van Remco zijn, zijn donatie wat hij had gedaan. Met zijn... ja, ik voor degene die weet, Remco heeft echt gewoon een charcoal farm gemaakt. Die enorm goed werkt. En die waar hij dus ton en ton en ton aan dingen aan overhoudt. Aan charcoal. Super nice. Dat betekent dat we daar goed dingen mee kunnen fuelen. Maar goed. Anyway. Laten we even zo doen. There we go. En dan hebben we hier de wire relays. Dus dit is hoe het werkt. En dan plaats je dit hierop. En... Wow, dat wordt automatisch geconnect. En nu kan je dit dus doen. Oh nee, dat was dus een bug of zo. Connection already exit. Connect attach wire to the same... Er is iets aan het buggen. Op het moment, I guess. Dus... Oké, dus even rustig. Eén voor één doen. Wat de hel is dit nou weer? Kan je not? Waarom zijn deze zo... Zo raar? Why you do this? Beetje apart wat het nu aan het doen is, maar oké. Dan doe jou, jou en jou. Ik wil geen kabels zien, goed. Dan doe ik van jou naar jou. En ik ga even een nieuwe kabel maken, maar ik vertrouw het niet echt, deze dingen. Het lijkt net alsof ze gebugd zijn ofzo. Omdat er al staat dat het dan naar dingen gaat, dus oké, doen ze. En dan van jou... Nou ja. Ja, kijk, nu werkt het wel. Het was gewoon omdat deze al op een van de redenen gelinkt zijn met iets. Kan je dat niet doen? Can you not? Waarom is dit zo? Heel apart. Dit zijn een soort van buggy wires of zo die je niet echt meer kan gebruiken. Nou goed. In ieder geval, deze zijn dus nu connected met de relay. Super mooi, super, super nice. En dan hebben we dus nu de generator, de dingen waar dus energie in komt. En dan de kabels zijn connected. Dus wat we nu moeten doen, is we pakken het water en het lava. En we zetten het aan allebei de kanten. En als het goed is, moet dit dus zorgen voor stroom nu. En jawel, zoals je kunt zien, we krijgen dus nu stroom. Dus we hebben dus onze basic stroom opwekmachine gemaakt van Immersive Engineering. Super nice, dus ja. Dan gaan we dus nu een keer een machine maken wat dit stroom dan dus gebruikt. Want dat is dan ook wel handig. Dus laten we maar eens kijken hoe we dat gaan doen, wat we dus daarvoor gaan vinden. Dan moet ik weer even opzoeken, maar ik heb geen idee. Wat het beste is om mee te beginnen, je hebt heavy machinery. En dat moet je dus heel veel dingen mee doen. Even kijken wat bijvoorbeeld hiermee kan. Nou, we gaan even lezen. The metal press is automatic way of shaping metal. It uses high pressure pistons to press a mold onto an ingot. Forming it into a plate. Rods or other metal component. Ah, dat is wel nice. Dit is misschien iets wat we kunnen maken, jongens. Dit lijkt me een simpel machientje om te maken. We hebben gewoon een piston nodig. Ik heb geen idee wat voor piston het is. Laat het alsjeblieft geen sticky zijn. Maar dan kunnen we goed genoeg zien hier, I guess. Of, nou, ik weet niet eens. Kan je het hier zien? Oké, en dit is hoe het dus eruit ziet als het helemaal af is, maar... Super nice. Ja, in ieder geval, we hebben de scaffolding dan nodig. Dat rode blok, een piston, twee conveyor belts en daarboven ook nog een machine. Dus we hebben twee speciale machines nodig en wat andere leuke dingetjes. Of speciale blokken nodig, dus... Laten we maar eens kijken hoe je dat dan maakt. Want ik denk dat ik dat wel voldoen. We gaan voor de
voor die machine. Ik weet dat het dan meteen staat onder heavy machinery. Dus dat is misschien leuk, maar... De crusher is een heel stuk moeilijker, wat is later gaan komen. Dus dat is... Holy crap, dit... Er zijn nog machines, jongens. Er zitten nog machines in. Dat is ongelooflijk. Fermenter, Arc Furnace. Arc Furnace is een van de grootste dingen wat ik heb gezien. Dat is echt... Oh boy, dit ding is een gigantische machine. En als je ook, ziet hoe je dat moet maken. Als ik even kan laten zien. Dit is hoe je het maakt. Dat zijn we voorlopig nog niet, zoals je kan zien. Dat duurt nog wel even. Sommige van deze blokken denken zijn ook even holy moly. Maar dit ding is... Dat zou toch fatsoenlijk moeten gaan. De metal press. Ik denk dat dat wat leuks is om te doen. Oh, hier kan je trouwens zien. Oh, perfect. Oké, dus we hebben een heavy engineering blok nodig, though. Laten we even kijken hoe we dat moeten maken. Dus heavy engineering blok is dit ding. Dat maak je met steel hebben we. We maken met electrum. Twee pistons en deze dingen. Dan maak je ook weer met steel. Dus oké, we hebben alleen electrum nodig. En volgens mij is dat dan meteen de tweede... hoe heet het? De tweede alloy. Voor mij zijn er maar twee alloys, toch? Ja, maar twee alloys. En dan maak je dus met silver en gold. Dus dat kan je ook best makkelijk maken, electrum. Dus ja, weet je wat? Ik ga het doen. Ik ga de materialen ervoor verzamelen nu, jongens. En dan gaan we het maken. En tenzij ik tegen een materiaal kom wat we nog niet kunnen doen, dan moeten we iets anders zoeken. En anders dan maken we dus gewoon die metal press. Dus jongens, dan ben ik zo terug als ik deze kist weer heb volgezet met materialen voor dat machientje. Oké, jongens, ik heb alles in de kist gezet en het viel reuze mee met de materialen die we nodig hebben. Dus het is echt, we kunnen het makkelijk doen. We hebben steel nodig, wat pistons nodig, een beetje koper, iron, redstone, wat rubber. En natuurlijk het electrum, dat is het moeilijkste, maar dat is ook een piece of cake dingetje om te doen. Dus oké, wat we dus als eerste hebben nodig, we hebben gewoon één ingot nodig voor dat spul. Dus maar we gaan gewoon even stap voor stap doen. We beginnen met het simpelste en dat is de scaffolding. Dus oké, we pakken twee scaffolding hebben we dus nodig. Dan kunnen we hier kijken. Dus twee steel scaffolding. Dus pak het steel. En daarvoor hebben we eerst wat van die steel rods nodig, blijkbaar. En we hebben er maar één nodig eigenlijk. Eén dingen, want dan hebben we vier van deze dingen. Dan moet je dit doen en dan doe je er zo drie steel ingots zo. En dan heb je zes steel scaffolding. En we hebben maar twee nodig, dus we kunnen meteen al zes wegzetten. Dus dat is super nice. En ja, ik hou dit even in. Wacht, ik zet het voorlopig even hier. Maar ik bedoel, we moeten het zo maken. Dus we doen het even op de, beetje op de rare manier. Dus, wacht, dat kunnen we beter niet doen, want ik moet zo meteen ook wel spullen erin maken. Oké, scaffolding done. Dus dat is nummer 1. Dan gaan we nu kijken naar de redstone blok. Dus hoe maak je dat redstone blok? Laten we even kijken. Dus redstone, there you go. Maak je op deze manier met dus een koper, redstone en iron. Dat is ook super simpel om te doen. Dus laten we maar allemaal erbij pakken. Dus ja, al deze blokken, ze zien er super ingewikkeld uit, maar het valt allemaal reuze mee. En je krijgt er ook meer van dan, ja, wat je eigenlijk denkt. Oh ja, daar zag ik trouwens al meteen een andere recipe die we nodig hebben. En dat was dit spul. Daar hebben we er twee van nodig. Dus even dubbele doen. Dat zijn dus de Iron Mechanical Components. We hebben er ook zo'n twee van nodig. En dat kan ik nu alvast hier zetten. Want dat is dus voor het maken van, ik denk trouwens dat ik alle materiaal ervoor al voor heb. Voor dat ene moeilijke blok, de Heavy Engineering blok. Daar hebben we twee pistons nog even voor nodig. Dus daar en daar. En dan, nee, dat was het niet. Oh, wacht, steel. Daar moest steel. Dus kom hier. En steel. Nee, ook niet. Wat klopt er nou niet? Wat doe ik fout met de heavy? Even kijken. Heavy. Heavy blok. Pistons, steel, electrum. Mechanical components. Dit moet werken. Steel, pistons. Oh, steel mechanical components. Ah, en ik had van iron gemaakt. Dat was dus een foutje. Oké, nice. Dan fixen we dat even snel. Ik hou het even hier zo. Dus laten we hier maar kijken. Oké, dus dit is het verschil tussen steel components en... hoe heet dat andere nou? En iron components. Oké, goed om te onthouden. Dus oké, dan hebben we nu de steel mechanical spullen. Dus ik dacht van, wat doe ik nou fout? Maar oké, dat was gewoon een eigen foutje inderdaad. En there we go, de heavy engineering blocks. En dan krijg je er ook meteen twee van. Dus eentje kan weg. Eén van deze kunnen weg. En dat betekent dat we nu volgens mij alles hebben. Als ik dit erbij doe. Oh, nee, wacht. Er is nog één ding. En dat zijn de, hoe heet het? De conveyor belts. Dus de conveyor belts, dat weet ik nog uit mijn hoofd. Hoe je dat moet doen. Tenminste, bijna uit mijn hoofd. Dus volgens mij dit. Iron, of rest van daar en dan wat iron nog. Volgens mij was het hier omheen. Iron. Ja, yeah, there we go. En we maken er gewoon dit. Is goed genoeg. En dan is mijn inventory weer vol met allemaal kleine random troep dingetjes. Building materials. Dus dat is... Oh god, dat gaat altijd zo snel verlopen. Maar dat betekent dat we nu alle materialen hebben. Dus laten we alles even in onze inventory zetten. In onze hotbar waar we dus nodig gaan hebben. Dus jou. De piston, jullie blokken en jou. En oké. We hebben dus nu alles. Dus hoe dit dan werkt is... We hebben ook onze hamer trouwens nodig dan. Om het multiblok eenmaal in gang te zetten. Dus het is tijd voor de eerste multiblok, jongens. Nou, we beginnen dus met de scaffolding. Want ik weet nog de recipe uit mijn hoofd, dus dat is mooi. En ik denk dat ik... Ik weet niet, ga ik het meteen hier zetten of zal ik het... Nee, we doen het gewoon hier. We pakken de scaffolding daar en daar.
Dan pakken we de redstone engineering blok, zetten we daar beneden. Dan pakken we een piston naar beneden hier. Dus dan moet ik eventjes wat voor naar boven bouwen. En ik gebruik gewoon even snel dit. Dat zal wel, dat maakt me niet veel uit. En dan piston naar beneden. Nee, niet daar. Kom hier jij. Ook niet daar. God dang it. Gaan we het weer zo doen? Dan gaan we hem even zo moeten zetten. There we go. Piston op zijn plaats, dat is nice. Dan moeten dus twee conveyor belts komen. Hier zo. En je ziet ook meteen de dingen, de hoe heet het? Rotenor. Je ziet ook meteen de pad waar die heen gaat. Dus dat is super cool dit. Moet je kijken. Zo nice gedaan. En ja, als je erop kan staan, zoals je kan zien, je gaat ook meteen erheen. En het is dus die kant op ook. Was het? Klopt het die kant op? Laten we even checken. Of het inderdaad die kant op. Ja, het moet dus eentje erin en eentje weg. Dus dat is goed. En het laatste wat we moeten doen is hier bovenop de heavy engineering blok plaatsen. En dit is dus de recipe van dat blok. Maar zoals ik al zei, het gaat niet automatisch. Je moet er met een hamer op klikken. En als het goed is... Yeah, there we go. The metal press is done. We hebben dus de metal press. Super cool. En van wat ik dus weet is... Als je dit wil connecten voor energie... Moet je dat doen met deze rode punten. Dus je hebt zeg maar... Als je bijvoorbeeld kijkt... ik zal wel eens even als voorbeeld de arc furnace nemen. En als die af is. Dan zie je dat je allemaal van deze slots hebt. Je hebt daar dus een rood dingetje. Je hebt hier dus een zwart dingetje. Je hebt hier groene met wat blauwe. Je hebt hier nog een dingetje staan. Je hebt hier dingen staan. Dat zijn allemaal bepaalde slots voor bepaalde doeleinden. En het enige wat ik weet, wat dit dus nu doet, dit rode, is dat het dus een energieacceptor is. Dus dat betekent dat we daar dus het energie aan kunnen sluiten. Dus wat ik dus wil doen is even twee van jou en wat kabels. En wat ik dus nu wil doen, ik heb trouwens de kabels gefixt, want blijkbaar moet je gewoon even op de grond zetten en wat doen. En het was dus inderdaad bugged, maar een makkelijke bug om te fixen. Dus even kijken, connect ik even dit hier zo. En als het goed is, moet hier nu stroom in komen? Oh ja, dan moet ik trouwens nog wat aanpassen. Voor mij moet ik... aanpassen. Nee. Het zit vol met stroom. Ik moet aanpassen dat het aan deze kant wat uit kan komen. Dus daar wil ik even wat over lezen over de dingen dan. Even kijken. Power. Power generation. Oh, wat? Wow, 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 wow. Wat gebeurde daar? Vuur? Oh. Vanwege dit zeker. Dat het in de fik vliegt. Ja, dat is misschien niet handig om dat hout zo dicht bij lava te zetten. Misschien ook nu pas achter. Ik denk dat ik gewoon een directe verbinding dan doe tussen deze twee. There you go. Dat is dan goed. Dan halen we even de midden dingen weg. En dan moet ik dus even zorgen te kijken hoe dit dan werkt. Want ik weet niet of... Wacht, wat gebeurt als ik hier een relay zet? Werkt dit als ik hier een relay zet? En dan connect ik die relay met dat. Krijg dit dus stroom? Nee. Want dit ding staat voor mij alleen op input, de bovenkant. Ja, voor mij werkt het niet. Dus en... Oké, okay, wacht. Dat is even raar. Nee, ik denk dat ik het toch wel noem met wire connector. Maar kijk, je hebt dus dit hierboven staan. Dit icoontje. Volgens mij moet je dat kunnen aanpassen met iets. Maar ik weet niet met wat. Dus dat wil ik even opzoeken in de dingen. Power generation. Nee, dat was jou. Right. Placing hold. Hoe pas ik dat aan? Weet je wat, ik denk dat ik het even ga opzoeken. Tot ik het weet hoe het werkt. Tenzij ik het hier nu vind. Over de dingen, de transformers. Dus even kijken, even lezen. Sneak while holding the hammer to configure the side opposite of the one you clicked. Wacht, opposite of the one you clicked? Dat betekent dat ik de achterkant heel de tijd heb laten lopen aanpassen. Ja! Wat? Hoezo opposite? Oké, okay, nou. Oké, okay, dat is dus een input. En nu is het een output. En als ik dit nog een keer op klik, dan moet hij weer uitgaan. Ja, oké. Okay, dus dat is raar dat je dat zo via de achterkant moet doen. Maar oké, okay, het zei zo, het zei zo. Dus als het goed is, is dit dus nu een input en is dit nu een output. Dus als ik nu zo doe en dan daar doorheen zet en dan de kabels weer even opnieuw connect, want dat is een bug. Dan moet hier nu energie in komen. Right? Nee? Niet? Want hier zit stroom. Hier zit geen stroom. Dit is een connector. Dat zijn connectors. Waarom wil hier geen stroom naartoe? Misschien moet ik dit aanpassen. Inverted. Oh, wacht, misschien werkt het automatisch en is het gewoon puur redstone port. Is het een redstone port dan? Om het aan en uit te zetten? Dat zou goed kunnen. Wacht eventjes. Even kijken dat het dan geen stroom, dat het gewoon geen stroom nodig heeft. Dat zou raar zijn, maar zou kunnen. Zou kunnen. Ik bedoel, ik weet nog niks van deze mod hoe dat werkt. Dus ja, ik wou dus even kijken naar, ja, gewoon even dat ding zelf. Dus heavy machinery, metal press. Oké, okay, even lezen. Jack is created as shown above, multi-block, piston, en ja. Oké, okay, er staat ook echt welk blok je moet raken. Dus klik de piston with engineer hanger om het te vormen. Power is input through the top. Oh, via de top. Ah. Ja, kijk. Oké, okay, there we go. Dus connecting.
En dan, ja, dus je moet een beetje lezen, Kingo. Je moet een keer wat meer lezen. En dan weet je tenminste wat je allemaal aan het doen bent. There we go. En nu loopt de stroom in. Oh yeah, we got it, jongens. We got it. Dit is voor de restaurantpoort. En ik had niet gezien dat op de top er stroom in moet. Maar dat lijkt wel iets logischer, aangezien dit het mechanical part is, wat dus moet gaan crushen. Dus oké, we hebben dus dit helemaal opgehoekt. Dit heeft dus de stroom. En wat ik dus nu wil doen is een soort machine maken wat automatisch, als ik ergens ingezet inzet, dat er automatisch plates worden gemaakt, waardoor ik dus die hamer niet meer nodig heb om steeds dingen in place te veranderen. Dus dat is eigenlijk waar ik naartoe wil gaan als eerste experimentje deze episode voor deze modpack. En dan ga ik denk ik of misschien een klein beetje meer experimenteren. Ik zal waarschijnlijk niet al te veel bouwen, misschien een klein beetje, misschien één machine of zo. En dan geef ik ook een beetje uitleg wat het doet. Wat ik dus wil doen is een kist daar. En een kist daar. En dan hoop ik dat ze zeg maar uit die kist pak en dan in die kist zet. Ik weet niet of dat zo werkt, maar dat zullen we zo wel merken. Ja, ik ga dus even kijken wat informatie over de conveyor belts. Construction conveyor belt. Staan die hier? Nee. Power. Nope. Tools. Conveyor belts. There we go. Oké, conveyor belts are an easy way to transport all sorts of things. Ja, ja, ja. Throwing items at top them will have the items move along. Should the belt lead into an inventory, the item will insert. Oké. Okay. Block-like hoppers will be able to drop items on the belts. Use engineer's hammer to rotate the belts. Okay. Rest signal. Conveyor will turn it off. Right-click conveyor. Any die. Dus dan een soort van kleur, zodat je weet waar het naartoe gaat. Ja, dat is ook trouwens heel cool. Want dan weet je zeg maar, oh, dit is dus een rode conveyor. Dus dat gaat daar naartoe. Dus oké, okay, het werkt niet met dingen. Wat werkt het misschien? Dat ik gewoon serieus hier op moet staan. En ik drop dan, plop, een lading items. En dan gaat het erdoor. En dan werkt het. Is het serieus zo makkelijk? Serieus, dat is een hele rare manier, vind ik, om te doen. Maar als het zo werkt, dan werkt het zo. En ik ga het niet judgen. Oké, okay, ik zet gewoon even één stuk hout hier. En dan ga ik dus hier staan. En elke keer als ik wat plates wil, dan smijt ik het hierin. Dus we gaan zo testen met de copper ingots. En dan moet het als goed is direct in deze kist worden gezet. Nou jongens, dan is volgens mij alles klaar. Dus ik weet alleen niet, omdat ik dit had geinverted. Not inverted, oké, okay, dus even teruggezet. Wat gebeurt als ik hier dus nu één iron ingot of één copper ingot gooi? Wat gebeurt er? Hallo? Het werkt niet. Oké, wacht. Oh. Even lezen dan, hoe dat dan wel werkt. Dus als heavy machine... Nee, ik klik weer fout. Heavy machinery, metal press. Even kijken. Input through the top, items through the conveyors, obviously in direction of movement. The lower middle block is the redstone control port. Right clicking in when engineers allows to. Oké. Dus ik denk dat ik gewoon hier ook een conveyor belt nog moet zetten. En dat ik dan hier de items op moet gooien ofzo. Ik denk dat het zo dan niet wel iets zal zijn. Dus oké, wat gebeurt als ik nu een ding erop gooi? Ja, ik snap dit niet. Ik snap niet waarom hij daar stopt. Want kijk, als ik zo... Ja, het stopt hier. Is het een interface iets? Ik begrijp het echt niet hoe dit nou werkt. Dus ik moet echt even kijken hoe dit dan werkt. Want het moet via de conveyors komen. Dus moet ik er een right click op doen? Oh, wat? Nee. Hoe werkt dit ding? Serieus. Het heeft stroom, het hoort te werken, maar ik krijg geen items in. Oké, okay, laat ik even checken wat is, hoe dat dan dus werkt. Oh, dit is een presser, maar het heeft nog geen pressplaatje om iets te kunnen pressen. Dat is het. Dus ik moet even kijken. Ik heb niet echt opgezocht hoe het heet, maar ik heb gewoon even een tutorial opgezocht. Dus ik moet even op zoek naar een plaats. Dus deze dingen. Om dus van die dingen te kunnen maken. Dus we hebben zoiets nodig. Oh, bij mij. Dit ding. En dat maak je dus met steel plates. En in het midden een random plate. Maakt niet uit wat. Ik heb gewoon een steel plate nodig. Dus dan hebben we dus 1, 2, 3, 4 nodig. Hoeveel steel zit hier trouwens al in? Nummer 5. Maar kijk hoe langzaam het gaat. En dat is serieus hoe snel dit gaat. Het gaat super langzaam. Dus dat betekent dat ik het al lang heb laten runnen. Al om zoveel steel te krijgen. Want we hebben veel steel nodig, zoals je kan zien. Maar, en ik heb trouwens een coole setup gevonden. En dat is met een hopper. Dus dat wil ik ook eventjes aan uitproberen. En ik denk dat ik trouwens hier wat stone ga gebruiken. En ik zat te denken aan een beetje van dat darker stone gebeuren. Dit spel. Vind ik wel cool. En dan gaan we dat hier zo gebruiken. Maar ja, wat het dus is. Als je dus die presser inzet, dan werkt het automatisch als een echte machine. En dan kan ik dus al de rest doen. Dus wat ik ga doen is dit. En dan dit. En dan komt hier een lever op. En dan komt hier de hopper. Dus dat is de bedoeling. Dus laat ik dat dan even snel gaan doen dan. Om het even uit te automatiseren. Hopper. Even eentje nodig. Ik kan dat weer weg doen. Zo. Gewoon even jou weg. En dan
Dan wacht ik. Ik heb stick. Nee, ik heb stick nodig. Lever in ieder geval. Lever, oké, ik heb nog een lever. Nice. Dus als ik het kan pakken, want het is een beetje delay. En dit is dus wat ik zo stom vind aan dit ding. Soms is er een delay en soms dan dus er gewoon even één eruit en erin en dan doet het weer. Maar soms kan het veel, veel langer zijn. Dus oké, we doen dat. We doen dit naar beneden. We zetten er wat, wat koper in. En zo werkt het. Dus dan flip ik deze switch en dan begint het te lopen en dan gaat het door. En dan wordt het als goed is direct in deze kist gezet. Maar nu dus de plate. Dus oké, we hebben dus wat plates nodig. Ja, dus we hebben 5 plates nodig. En ik wilde dus 4 van steel maken en eentje van koper. Een koper dingetje of zo, dat zal wel goed zijn. Dus oké. We hameren dit eventjes tot steel plates. 1, 2, 3, 4. Oh, en het wordt de industrial plates meteen, I guess. Oké. Hopelijk werkt dat. Ik denk dat het geen probleem moet zijn. Kijk, nope, there we go. De metal press. Die hebben we dus nu. En dan moeten we zo met shift right click hierop zetten. Of nee, gewoon zonder shift right click. En nu betekent dat dit gaat werken. Want nu weet de machine wat hij moet maken. Dus want anders dan kan ik hier zo wel een van die dingen in zetten. Want als ik bijvoorbeeld dan een andere ding erin zet. Wat, hoe heet dat ding? Het heet een... En moet ik zo zeggen. Een metal press. Ook gewoon metal press. Moet ik gewoon opzoeken. Oké. Okay. Metal press. En kan ik dus kiezen van of hij maakt gewoon wires meteen. Of hij maakt bullet casings voor kogels. Dat kan je blijkbaar ook doen. Of gears of rods. Maar wij gaan gewoon voor de plate voor nu. Dus okidoki. Dat betekent dat de hele setup nu klaar is. Dus als ik nu deze lever overhaal. Moet dus 5 koper ingots hier doorgaan. Worden gecompressed. Of worden gepressed met het ding tot steel plates. En dan worden de 5 steel plates in deze kist gezet. Dus op hoop van zegen. Here we go. Yes! Oké, okay. En dan ligt het daar. Boom! Dan gaat dus de iron ingots, die gaan dus, of de iron ingots, de koper ingots, die gaan dus worden gepressed door deze machine. Wat dus werkt op stroom, ik weet niet hoeveel stroom het gebruikt. Kunnen we dat hier zien? Ja, het gebruikt niet al te veel, maar je kan het niet non-stop laten gebruiken. En de steel plates worden automatisch in de kist gezet. Super nice! Echt super nice! Nou jongens, dit is dan dus de eerste machine setup dingetje van Immersive Engineering, en daar ga je sowieso veel mee doen, want hier kan je er zoveel automatic shit mee maken. Dat is echt geweldig. Oh ja, en trouwens, het is niet zo dat je last krijgt van dingen. En volgens mij is het ook niet zo dat ik kan worden opgeslurpt door dat ding. Dus dat is ook veilig. En met dit ding kan je het dus uitzetten of het werkt of niet, als je hier een lever opzet, een switch of zo, of whatever. Maar in ieder geval jongens, voor nu vind ik dit super sick. Dus jongens, bedankt voor het kijken van deze video, met het begin van Immersive Engineering. Hopelijk vind je het een beetje vet. Ik ga dus een beetje inkijken welke machines je allemaal precies hebt. Ik ga wat tutorials kijken, zodat ik de volgende episode wat meer een idee heb van wat ik wil gaan doen precies. Waar ik naartoe wil. En hoeveel groot gebied ik nodig heb. Want ik denk dat dit mod wel een keer een flink gebied in beslag kan nemen. Maar ja, ik heb heel dit nog. Dus dat komt allemaal goed. Maar dus jongens, in ieder geval bye bye. Bedankt voor het kijken. Vergeet ook nog gelijk achter te laten. En dan zie ik jullie weer terug in de volgende episode. Dus bye bye. En tot. Daar.